Nog een paar uur te gaan en dan start de 106e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. In het Defensiejournaal doen we deze hele week verslag van dit grootste wandelevenement ter wereld. Reporters Mika en Alice gaan langs de route op zoek naar leuke verhalen. En ik ontvang hier in de studio achter me bijzondere gasten. Dus laten we vooral snel beginnen. Het is maandag 15 juli en dit is het Defensiejournaal. Goedenavond kijkers en welkom gasten hier in de studio. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over de maandenlange voorbereiding die aan de Vierdaagse vooraf gaat. En we blikken alvast vooruit op komende week. Maar om alvast in de Vierdaagse stemming te komen, gaan we eerst kijken naar de nieuwsflits van de dag. Nijmegen lijkt er klaar voor te zijn, maar geldt dat ook voor Kamp Heumezoord? De thuisbasis van zo'n 7000 militaire lopers en ondersteuners deze week. Vanuit het niets is dit kamp de afgelopen 6 weken opgebouwd. Met als hoogtepunt de calamiteitenoefening van afgelopen zaterdag, die toetst of alles in kannen en kruiken is. Ja, en hoe het op Kamp Heumezoord gaat momenteel, dat weten mijn eerste gasten van deze week. De commandant van de elektrogroep Jan Nijkamp en bouwmeester Martien Timmerman. Welkom heren. Hoi. Goed dat jullie er zijn. Ja. We zijn natuurlijk op Kamp Heumezoord. Morgen begint het, maar hoe gaat het nu? Is het kamp er klaar voor? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Ja. En dat zien we ook aan de gasten die allemaal rondlopen. Er gebeuren geen rare dingen, iedereen is tevreden, dus we zijn helemaal klaar. En alles staat in elkaar. Jan is alles commandant elektrogroep. Laten we eerst eens kijken wat houdt dat in? En wij zijn verantwoordelijk voor alle elektrotechnische aansluitingen op het hele kamp. Oké, dus de stekker in het stopcontact tot alle bedrading. Tot aan het transformatorhuis. Alles. En jullie zijn er ook, bij jullie is ook alles eigenlijk in kannen en kruiken. Ja, we hebben echt alles ondertussen goed in de hand. Ja, want in 6 weken geleden was hier niks toch, Martien? Nou, de 2 transformatiehuizen voor Jan. En dat was echt letterlijk het enige. En verder moeten jullie het dan, bouwen jullie het helemaal op. Ja. Als bouwmeester ben jij verantwoordelijk voor het kamp, hè, de bouwtechnische kant, begreep ik. Hoe zit dat dan met de werkzaamheden die hier uitgevoerd worden? Is dat dan Defensie wat dat doet of zijn dat civiele bedrijven? Nee, we doen een samenwerking met civiele bedrijven. Ja. Als ik kijk naar de tentenbouwen, dat is gewoon een civiel bedrijf. De douches en de toiletten komen daar vandaan. Ja. Maar het handwerk wat wij doen, hè, dan hebben we het over het inrichten van de tent, het inrichten van het kamp. Dat gebeurt allemaal met defensiepersoneel. Ja, bijvoorbeeld elektrotechniek, dat kan Defensie zelf, dus doen we dat ook zelf. Is dat een beetje hoe je het moet zien? Ja, precies hoe je het moet zien. Ja, precies. En wat, Jan, wat doe jij dan normaal gesproken buiten de Vierdaagse om? Ik ben instructeur in Vught, op de basisopleiding. Oké, en dan doe je... Heel andere dingen. Heel andere dingen. Nou ja, maar dan is het wel leuk toch, dat je nu dit soort dingen kunt doen. En
Ik begreep dat er ten opzichte van andere jaren, want Kamp Heumensoord is natuurlijk al decennia lang is hier, maar dat er wel wat veranderingen zijn ten opzichte van andere jaren. Ja, twee veranderingen. A, moesten we gaan natuurlijk voldoen aan de nieuwe brandvoorschriften. Dus dat er meer ruimte tussen de tenten moest komen. En Natuurmonument wou graag een heidecorridor over Heumensoord aanleggen. En dan moest een gedeelte van ons kamp verhuizen. Oké, want die zou er sowieso komen? Ja. Dus dat betekent dat de inrichting van het kamp anders is dan wat die was? Ja, en dat kwam nou mooi bij elkaar. En qua opbouw merken, want er zijn veel deelnemers die zijn hier, veel wandelaars die zijn hier al, komen hier al jaren. Ziet het kamp er dan ook heel anders uit? Nee, niet echt schrikbarend anders, maar wel dat de tenten anders ingedeeld zijn. Ja, precies. Ja, dus waar bijvoorbeeld Duitsland eerst een tent had, daar zitten nou de small continues in, en als voorbeeld. Ja, de small continues zijn eigenlijk alle individuele lopers van een bepaald land. Ja, die niet onder een delegatieland vallen. Precies. En verwachten jullie nog bijzonderheden komende week? Dat is even afwachten. Even afwachten dat vanavond het weer gaat doen. We hebben vorige week hoogwater gehad hier. Ja. Dus als het echt vanavond weer gaat regenen. Maar goed, daar zijn we voor hier. Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat het iets droger wordt. Ja. Daarover later deze uitzending meer. Bedankt in ieder geval voor jullie tijd hier en jullie uitleg in de studio. En de uitleg van de heren maakt duidelijk dat het een flinke operatie is. En dat gaat gepaard met behoorlijk wat feiten, cijfers en andere wetenswaardigheden. We zagen het al in de cijfers. Er starten dit jaar bijna 6500 militaire deelnemers. Ja, of zij er allemaal voor klaar voor zijn, ja, dat kan ik niet zeggen. Maar Mika ging eerder vandaag op pad om te kijken hoe de sfeer is. Maandagochtend op kamp Heumensoord. Vandaag worden de puntjes op de i gezet, want morgen start de Nijmeegse Vierdaagse. Wij gaan even kijken of iedereen er helemaal klaar voor is. Wij in ieder geval wel. Wat wordt hier allemaal gedaan? Het inschrijven van de groepen van de individuele militairen. Waar let u allemaal op? Of de ID's kloppen. En als dat klopt, dan krijgen ze de bandjes en dan mogen ze gaan. Mogen ze gaan lopen? Ja, mogen ze morgen gaan lopen. Hoeveel aanmeldingen krijgen jullie vandaag? Schat tegen de 6000 aan de groepen. In totaal 6500. Dus u zit hier tot na zonsondergang? Nee, dat niet. Gisteren waren we ook al hier, dus we hebben al heel veel gehad. Tot 5 uur en dan hebben wij vrij. Jij hebt je net ingeschreven. Is het allemaal goed gegaan? Ja, zeker. Zeker. Ja? Ja, ja. Wat goed. Klaar voor. Kijk je ook op tegen die hoop kilometers? We hebben eigenlijk vaak getraind, dus uiteindelijk zitten we in de beentjes. Kan je wel aan. Ja, zeker. Goed zo. Yes. Wij zijn kamp Heumensoord aan het beveiligen, de marché aan het ondersteunen voor het beveiligen van kamp Heumensoord. Komen er wel eens rare omstanders binnen? Ja, wij zijn nu op onze eerste wacht, dus wij zullen nu niet durven te zeggen wat er ons te wachten staat. Maar laat ons leiden deze week. Aankomende dagen gaat er een hoop gewandeld worden, maar nu nog even niet. Dus let's go! Let's go! Huppakee! Zo, ik ga even kijken hoe het met onze Nederlandse collega's gaat. Zo, alle krachten aan het opsparen voor de komende dagen? Nou, opsparen, we moeten nog beginnen. Dus, maar we hebben nog heel veel zin in. Maar met hoeveel gaan jullie lopen? We zijn het detachement met 16 man. En we hebben één verzorger en die gaat heel hard met de fiets eromheen rijden. Om te zorgen dat wij nog een beetje fris en fruitig ook het laatste deel bereiken. En af en toe afpint in de biertent? Nou, het officiële antwoord is nee en daar wil ik het graag bij laten. Heel goed, netjes. Do you still have any motivation after yesterday? Oh, what a harsh question. Yeah, absolutely, I think, yeah. And what are you doing right now? I see a lot of sand. A lot of sand, yeah, so I'm just going to pack this down, put it at the top of my Bergen and then hopefully I can dump that at the end.
Because your bag has to be a certain weight, right? 10 kilograms plus water and food. Thank you so much. Good luck tomorrow and enjoy. Yep, will do. Thank you. Thank you. Als we het hebben over de Nijmeegse Vierdaagse, dan denkt iedereen automatisch aan Nijmegen. En dat is niet heel gek, maar er zijn nog 9 andere gemeenten bij de organisatie betrokken. Mijn volgende gast weet daar alles van. Welkom, burgemeester Jurie Mintzes van de gemeente Heumen. Dankjewel. Fijn om je hier op de bank te hebben. Heel graag. Want ja, uw gemeente is deze week ineens 7000 tijdelijke bewoners rijker. Ja, dat is zo. En de gemeente Heumen heeft 17.000 inwoners, dus 7000 extra inwoners. Dat is zo'n beetje de helft van de dorpskern Malden er extra bij deze week. Ja, dat heeft, ik kan me voorstellen, best wel impact. Misschien niet op de bewoners, maar wel op, nou ja. Nou, we zijn er inmiddels een beetje aan gewend, hè, want Kamp Heumensoort zit hier al sinds 1962. Maar ik denk dat het wel goed is om te benadrukken dat het echt gemeente Heumen is. Ook Charlemagne, waar omgekleed wordt, is de gemeente Heumen. Wij zijn er dus aan gewend, maar het brengt ook wel een verantwoordelijkheid met zich. Ja, ja, Charlemagne, dat is natuurlijk helemaal geen Nijmegen. Dat nee, is nog, nee, ja, dat is ook gemeente Heumen. Dus als burgemeester benadruk ik dat natuurlijk heel graag. Maar er zit ook een verantwoordelijkheid aan vast. Hoe bedoelt u dan? Als burgemeester ben je natuurlijk uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En in die zin is zo'n kamp Heumensoord met 7000 tijdelijke gasten wel een hele verantwoordelijkheid. Ja, dus ervoor te zorgen dat in ieder geval alles aan de voorkant goed geregeld is, zeker, kan ik me zo voorstellen. Zeker, ja. En als we kijken naar afgelopen jaren, zijn er dan nog lessen, dingen waar jullie tegenaan zijn gelopen waarvan je denkt, ja, dat heeft dit jaar bijvoorbeeld extra aandacht gehad? Nou, wat wij altijd doen, en dat vind ik een hele goede gewoonte, is dat wij 2 weken voor de Vierdaagse een tabletop organiseren. En dat dan alle partijen die een rol hebben in die openbare orde en veiligheid elkaar ontmoeten in het gemeentehuis in Heumen. Om dan een aantal scenario's door te spreken. En scenario's die we dit jaar hebben doorgesproken is bijvoorbeeld het scenario extreem weer. Of een natuurbrand, omdat je hier toch in een natuurgebied zit. En om dan even de alertheid te hebben, wat moeten partijen dan doen op het moment dat zich zo'n calamiteit voordoet? Ja, dus echt die what-if-scenario's. Zeker. En weten we elkaar dan te vinden op het juiste moment. Ja, dat iedereen weet wat hij moet doen. Ja. Maar het is natuurlijk bovenal elk jaar eigenlijk gewoon heel erg leuk. Het is hartstikke leuk. De deelnemers wandelen volop door de gemeentes. Zeker, ja. En hier ontvangen we ze natuurlijk op Heumensoord al heel wat jaren. Ja. De inwoners, wat vinden die daarvan? Nou, die hebben wel een soort van band met Heumensoord in zijn algemeenheid. Want dit is natuurlijk ook een heel belangrijk recreatie- en wandelgebied. En ze vinden het ook wel heel bijzonder dat het dan 1 keer per jaar een verblijfplaats is voor zo'n grote groep militaire deelnemers van de Vierdaagse. Dus dat wordt wel erg ondersteund en gekoesterd vanuit de gemeente. Ja, en vooral bijzonder omdat er ook al zo'n lange geschiedenis is met Zeker. Het kamp. Ja. Dat hier dus nog steeds... Ik ben daar heel trots op als burgemeester. Maar ik vind het ook wel een voorrecht dat we op deze manier zo'n belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het fantastische evenement wat de Vierdaagse is. Toch een evenement van verbroedering. Ja, maar dat was natuurlijk ook een beetje waarvan ik dacht van ja, we hebben het natuurlijk altijd maar over Nijmegen, want het is de Vierdaagse van Nijmegen. Maar ja, er zijn nog zoveel andere gemeenten met zo'n belangrijke rol. Ja. Ja goed, nou is het te hopen dat het bij draaiboeken blijft, hè? Ja. En dat er vooral niks gaat voorvallen. Nou ja, het weer, daar hadden we het net toevallig ook al even over. Daar gaan we later op terugblikken. Maar nou ja, laten we het vooral hopen dat het gezellig blijft. Zeker. Ja, en de 2 keren die ik nu, want dit is de 3e keer die ik mee ga maken als burgemeester van Heumen. De 2 voorgaande edities was vooral gezelligheid en die verbroedering van alle landen van de wereld. Hè, de 34 nationaliteiten die hier aanwezig zijn op Heumensoord. Ja. Laat zien dat het goed samengaat. Daar zouden we in de wereld nog heel veel van kunnen leren. Nou, dat zijn behoorlijk mooie woorden. Dank u wel voor uw bijdrage in onze uitzending van vandaag. En daarmee gaan we, met deze woorden gaan we weer terug naar de militairen. Sterker nog, we zoomen deze week in op de militair van de dag. Eens kijken hoe het hen nu vergaat. This is my second time I'm marching. I walked last year as well. It's fun to meet the other militaries. Which I've never done before, so it's a great community feeling. When we split off from the civilian part and we walked alone in the military and it was just fields, and then you're getting a very negative mindset. I've done some march training, but I've also walked a lot in the wilderness of Sweden, in the mountains and so on. Getting the medal, it's a great honor and a great moment.
De Vierdaagse draait natuurlijk om al die tienduizenden lopers die aan het einde van de week zo'n enorme prestatie hebben geleverd. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de tienduizenden ondersteuners. Zij zorgen ervoor dat dit alles überhaupt mogelijk is. Daarom kijken we de komende dagen naar de functie van de dag. Vandaag is het de beurt aan Kelly Snoeks. Want zonder haar en haar collega's geen schoon Heumensoord. Welkom bij het item Functie van de Dag. Iedere dag laten wij een collega aan het woord over zijn of haar rol hier op Kamp Heumensoord. En we trappen af met collega Kelly. Ik ben Kelly Snoeks. Ik werk voor Breedweer. Wij poetsen hier de matrassen in de huisjes hier. We hebben dit jaar 7200 matrassen mogen poetsen. Zo. Dus ik zou zeggen, kom eens even mee kijken. Ja, we lopen graag even met jou mee. Kelly, je hebt ons meegenomen hier naar het mooie slaapverblijf. Hier is er nog niemand, maar wat hebben jullie de afgelopen dagen hier allemaal gedaan? Wij hebben alle matrassen hier schoongemaakt, de bedden afgedaan. Zodat er 7200 man kunnen gaan slapen op het hele kamp hier. En met wie heb jij dat allemaal gedaan? Met mijn team. Ik loop hier met 6 man rond. Nou Kelly, je hebt ons meegenomen naar de natte cel, denk ik, zoals we dat hier noemen. Hier hebben wij de wasbakken staan. Daar kunnen ze de tanden poetsen, de handen wassen, er eigen kleding onder doen. Dat zie je hier ook vaak gebeuren. Maar dat is veel werk, want hoeveel tenten van dit soort gebieden staan er hier op Kamp Heumensoord? Ik denk dat er wel 30 van die tenten overal... En in 2 teams gaan wij. De ene pakt de ene weg en de andere pakt de andere weg. Ja. En de weg is wat we hier zo door het kamp heen zien lopen. Met 1 route zijn we 7 uur bezig. Jij bent al een veteraan volgens mij op het kamp inmiddels. Ik loop hier volgens mij alweer een jaar of 6 rond. Wauw. Ja. En met veel plezier zo te zien. Ja, ik vind het hartstikke gezellig om hier. Ik ben wel een buitenmens. Ja. Beetje zo'n campinggevoel. Ja. Ja. En wat is het gekste wat je in die 6 jaar hebt meegemaakt? Ja, als ze een drankje te veel op hebben, dan zien ze de douche als wc. Ze liggen er lekker een drolletje in de douche. De wc's, daar zit best wel veel kots in. Dat is minder, ja, denk ik. Dat mogen we allemaal opruimen. Het is ook hartstikke leuk hier, gezellige mensen. Je kunt gezellig feesten hier 's avonds. Nou Kelly, dankjewel dat wij een kijkje in jullie schoonmaakkeuken mochten krijgen. Ja. Super dankbaar werk. En heel veel succes nog deze aankomende week. En hopelijk kruisen onze paden van de week nog een keer. Ja, hartstikke bedankt. We gaan ons best doen om hier alles schoon te houden. En we blijven bij hygiëne, want op een kamp waar dus bijna 7000 mensen een week lang wonen, is het zaak dat je de boel schoonhoudt. En bij mij aangeschoven zijn HPG'ers Mike Alma en Amy Pullens. Jullie weten daar als het goed is alles over. Nou introduceer ik jullie als HPG'ers. En dat zal veel militairen iets zeggen, maar niet alle kijkers wellicht. Dus ja, kan een van jullie dat misschien toelichten? Ja, dat is de hygiëne preventieve gezondheidszorg. Dus we kijken naar alles wat de militairen ziek kunnen maken. Proberen wij te voorkomen, zodat ze gezond kunnen lopen. Ja, dat is dus buiten de Vierdaagse om, kan dat dus Amy zijn in een missiegebied. Ja. En hier is dat dan specifiek op het kamp. Ja, meestal kijken we buiten de grens van Nederland. En voor de Vierdaagse zijn we ook welkom om hier rond te kijken van wat eventueel goed gaat en wat eventueel beter kan. Ja, want jullie zijn hier deze week aanwezig, maar er gaat volgens mij ook een uitgebreide, aan vooraf. Ja, veel werk aan vooraf. Ja, na met opbouwen zijn we hier regelmatig aanwezig om te kijken wat eventueel fout gaat en te corrigeren. Ja, en wat zijn dan dingen die fout zouden kunnen gaan? Voorbeelden? Dingen zoals voeding, dat voeding niet in de hand is. Inderdaad hygiëne, wat we net zagen. Maar ook het water, dat eventueel niet goed zou kunnen zijn. Ja, en heeft dat ook iets te maken met bloemen, planten, dieren? Ja, we kijken ook of er bijvoorbeeld de processie op zit. Dat is de voorgaande jaren is dat wel een item geweest. Nou, we hebben heel veel in bomen gekeken, Mike. Maar, maar we hebben weinig rupsen kunnen vinden. Nou ja, eigenlijk dat is geen. Positief, hè? Ja, dat is heel positief. Ja, ja. Geen eikenprocessie op dit jaar. Nee. Andere dingen die worden verwacht? Op dit moment, muggen natuurlijk. Met die regen heb je kans op muggen. Maar ja, goed, dat... Een grotere kans. Als het dus warm is, vochtiger, meer kans op vervelende muggen. Al die waterplasjes overliggen, dat is een mooie broedplek voor ze. Ja. En nu las ik ergens dat... jullie zijn normaliter. We hadden het er net al even over, vooral actief in missiegebieden.
dat zo ongeveer 75% van de militairen in het missiegebied, als ze uitvallen, dat dat vooral is door sportblessures of infecties. Mm-hmm. Als je nou kijkt naar zo'n kamp Heumensoord, wat eigenlijk nu ook een militaire basis is, want zo groot is het. Ja. Is dat dan hier ook het geval, dat het niet zozeer misschien wandelen is wat je breekt, maar de dingen eromheen? Ja, wat jij net al aangaf, natuurlijk, we kijken van waar kunnen mensen ziek van worden. Ja. Hè, dus we gaan vooraf kijken van wat zijn eventueel risico's. En dan, nou, met name ook hier geldt natuurlijk voedsel en water. Dat is best wel een topic. Ja, maar als je kijkt naar voorgaande jaren bedoel ik. Voorgaande jaren. Als je dan kijkt naar misschien uitvallers. Ja, dat kan ook door hitte zijn. Hè. We hebben nu ook al mensen die last van de hitte hebben. Ja. Omdat het niet eens heel warm is. Ja. Maar mensen bijvoorbeeld die in de keuken werken. Met de kachel met hitte aan. Ja. Als je dat nu al mensen uitvallen. Ja. Op dit moment al? Nu al. Ja. Dat is iets wat jullie al vandaag op dag 1 gezien hebben. Te hitte. Warm. Ja. De werkomstandigheden te warm. Ja, het valt ook niet mee. We zijn natuurlijk helemaal geen hitte gewend. Het is wel zomer, maar ja. Maar in die tent, ja. Nou ja, maar dat is, dus de komende dagen blijven jullie gewoon waakzaam over de dingen die er kunnen voorvallen. Ja. Natuurlijk, een stukje hygiëne is ook wel belangrijk. Mensen kunnen, als ze de handen en zo niet goed wassen, natuurlijk ook diarree krijgen. En dan heb je dus wel een probleem op zo'n kamp. Nou, dus wat zijn jullie meest wijze lessen om mensen mee te geven? Eigenlijk überhaupt, als je op een groot evenement bent, dat hoeft natuurlijk niet per se op Heumensoord te zijn. Maar wat zijn dan, nou noem eens 3 gouden tips. Sowieso handen wassen, Altijd handen wassen. Dat zijn al de 3 grootste gouden tips, zeg maar. Ja. En jezelf gewoon blijven verzorgen. Ja. Dus niet denken van, ik loop morgen wel, ik zie morgen wel. Nee, verzorg jezelf. Ja, persoonlijke hygiëne, maar ook water drinken. Hè. Het wordt warm. Ja, als je het al een beetje dorst hebt, dan moet je eigenlijk gewoon al gaan drinken. Ben je toch te laat, zeggen ze? Heel te laat, ja. Nou, laten we hopen dat iedereen zich daar keurig aan houdt. Handen wassen, voldoende drinken, goed voor jezelf zorgen. Ja. Het scheelt een hoop problemen. Ja, inderdaad. Dank jullie wel voor jullie uitleg. Fijn dat jullie bij ons in de studio waren. Ja, dank je wel. En daarmee zijn we bijna aan het einde van onze eerste uitzending. Maar niet voordat we naar de weersvoorspelling hebben gekeken. Want krijgen we buien in de Betuwe of donder op de dijk tussen Lent en Oosterhout? Vanavond neemt de bewolking toe en trekken stevige buien over het land. Soms met onweer. Morgen begint de dag zwaar bewolkt met opnieuw regen. En 's middags zal de zon het proberen, maar het blijft nat. Ja, en mooier kan ik het daarmee helaas niet maken. Rechts ziet u nog eventjes een kaartje van de dag van morgen. Die voert van Lent naar Oosterhout via Elst en Bemmel terug naar Nijmegen. En dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.